Zeg mannen, hoe zit dat hier met dat onderzoek naar die Iraakse bende en die Martinelli? Even vaker. Tweemaal. Vandoor. Ja, luister. Commissaris, onze Luikse collega's hebben Martinelli en zijn compagnon opgepakt voor verhoor. En op die bewuste nacht hebben zij verklaard dat zij om 6 uur 's morgens in café Colabrini zaten. En die cafébaas heeft dat zelfs bevestigd, dus hun alibi klopt. Ja, wil dat ook lukken dat die cafébaas in hetzelfde dorp in Italië geboren is als die in Gino Martinelli? Ja, sluitend alibi, zegt men dan. En de politie van Luik had geen verdere bewijzen, dus hebben ze moeten vrijlaten. Maar enfin, Vandoor, je ziet toch dat dat potteke stinkt. Allee, je ziet toch wel dat dat een gangster is. Hè? Mijn neusje, hè? Die zegt dat dat een gangster is. Godverdomme, dat voor me dat fucking 5 jaar politieschool gedaan hebben, Vandoor. Zeg, vertel je nog een van waar je in de repassijn? Ah ja, van dat poffer van mijn Peter. Ja, ja. Hij ziet aan die van beneden opkomen en hij zegt: hé, zeer, kom een keer alleen, ga je nog eens doen, hè? Oh, dat is niks gemeen, zit aan. Drink het zelf maar uit. Ja, Bernadette, goed dat wij over geld hebben. Geld, dat zie ik alle dagen bij je. Hoe kun je gaan leven, als je moest het ergens durven. En je vindt nog 10 euro in mijn zak. Maar wat hij er een verre chance gaat. Ofwel wist ik niet dat er geen stak of veel duurkaart gaat verzochten. Ja, dat is het leven, hè. Crisis, ja. Crisis. Maar geld, dat is gelijk als snieën. Ofwel smet je, ofwel vliegt dat met de windje op je. Ja, dat is ook goed. Ja. Zeg, zal ons onderdirecteur problemen hebben in het thuis? Ziet dat een keer zitten? Vroeger was dat altijd zo goed, super perfect uitgedost en aan. Zijn nu uit zijn broek. En daar zijn boet, dat is ook geen dogende gezwanjaard. Ja, Poes, ik wens dat je wel een keer kunt gelijk hebben. Wel, er zitten alle goed in de bank. Ja, en bij ons moet je voor het geld goed uit dat doppen kijken. Pas op, dat is met de hoendelen van het zolder. Dat kan rap om u goed, maar dat kan nog veel rapper nog beneden. Simon, leren uit een huispig. Malig gezegd, geef mij wel liever een gewuurspoedboekje. Hoe dat je altijd zeker zit van mijn geld. Tja, ja zeg mannetjes, mooi dat toe hè. Dat is van ons zorgen hè, om onze voetjes hier om ons presentoezen van woord. In de bank op de bankmuis. Zeg, waar hebben we ons deze week bij Electropajoteland een nieuwe tv gekocht? Zo'n beerbriet. Op condense dat ze meest in de roodzool installeren, om het er nu bij ons thuis af te leveren. Allee, maar dat is nog een goed gedachte. Ja. Ja. Allee, kom, met onze gaven werken we naar de presentatie. Dat is nog niet goed. Ja. In de raadzaal van het gemeentehuis te Lennik werd gisteravond het Lennikse archief boven de doopvont gehouden. In zijn toespraak loofde schepenheer Te Kuiper het initiatief om een nieuwe erfgoedvereniging uit de grond te stampen. Ook wij gingen een kijkje nemen. Graag heet ik jullie vanavond allemaal hartelijk welkom op de geboorte van een nieuwe Lennikse erfgoedvereniging, het Lennikse archief. Al het werk dat zij zullen verzetten, zal later in feite te goede komen aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Die wanneer dat zij wat ouder zullen zijn, zullen kunnen genieten van de beelden die hier in Lennik genomen zijn van activiteiten, festiviteiten, werken. Om dan te kunnen genieten van wat hier in de jaren 2000, 2010, 2020, wie zal het zeggen, allemaal beleefd hebben. En als Schip voor Cultuur ben ik zeer verheugd dat de dergelijke vereniging opnieuw de moed heeft gevonden om op te starten. Om samen te vergaderen, ideeën te spuien, om te komen tot een nieuw resultaat, een nieuwe vereniging in het Lennikse archief. En namens de Lennikse gemeenschap zijn wij hen daar zeer erkentelijk voor. En ik graag verleen dan ook het woord aan haar eerste voorzitter, de heer Sonny Cordier.
We gaan het chance zijn. Ik mag wel naar de bank gaan werken. Hey, schatke, maak ik een keet van mijn eigen hemmen? Ja. Zal ik wel mijn botten afdoen? Zeg, zie hoe dat je de luchemmetjes binnenbrengt van doen, hè? Want anders... Geen ja. Eiten van doen, hè? Ja? Allee, tot thuis doen, hè. Dag, hè. Kom maar op een badje pakken ze. Dat is wel goed hoor. Hoe vraagt bij de fenêtre die? Il fait trop chaud ici. Et moi je te dis que c'est trop dangereux pendant la journée. Mais non, écoute, c'est la nuit que les flics patrouillent. Pendant la journée, il n'y a personne qui va penser qu'on va venir cambrioler. C'est ça l'effet de la surprise. Allez, on a tout bien préparé. On est sûr que le jeudi, il n'y a personne à la maison. Allez, on va faire notre coup. Je vais chercher les bougeons, je vais voir quelques heures comme ça.
regardez-moi. Merde d'amour, ça dure si longtemps, hein, dit. Oui, mais attends, ça dure toujours longtemps, hein. J'ai trouvé comment ça.